Sinds vorig jaar ben ik vertegenwoordiger van Jongres in de mooiste regio van het land, de Achterhoek. Mijn rol als vertegenwoordiger daar is om op te komen voor de belangen van de toekomstige generatie. En ik ben heel blij hoe RES Achterhoek het afgelopen jaar de samenwerking met ons heeft opgezocht. Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was de swipocratie, zeg maar het tinderen voor energietransitie. Waar heeft de huidige generatie het nou over in die RES? Hebben we 1000 Achterhoekse jongeren mee kunnen betrekken? Mijn vader vertelde me altijd, het landschap moet gaan veranderen. Maar zet dat dan in perspectief, want verandering brengt weerstand met zich mee. Maar vroeger wilde iedereen een tv-antenne op zijn dak, zo'n oerlelijke tv-antenne in de jaren 70, om tv te kunnen kijken. Nou, tegenwoordig, of een aantal jaren terug, hoorden wij heel veel zonnepanelen op het dak. Nee, dat wil ik niet, dat is lelijk. Maar inmiddels is iedereen overtuigd van het nut en dat het moet. En is het gewoon breed geaccepteerd en hebben al meer dan 1 miljoen huishoudens in Nederland zonnepanelen op het dak. Voor ons is het niet meer de vraag of het moet gebeuren, die energietransitie. Nee, het moet gewoon gaan gebeuren, liever vandaag dan morgen. Willen we dit prachtige Achterhoekse landschap behouden, dan moeten we bepaalde veranderingen gaan accepteren. Laten we vooral samen gaan aanpakken, van de praattafel af naar het doen. En als we dan samen gaan kijken waar kunnen dan het beste die molens en panelen die er moeten komen, zoveel mogelijk op dak de zonnepanelen. En daarnaast in het landschap, waar kan het beste? En samen aanpakken, samen investeren, dan profiteren we er ook samen van. En dan kunnen we die Achterhoek alleen maar nog mooier maken met z'n allen. Dus ik roep iedereen op, doe mee. Samen eraan, dan gaan we er samen van profiteren en dan wordt de Achterhoek alleen maar nog mooier.